Goedemiddag allemaal bij dag 30 van de Mede Blockchain Be With You Challenge. En dag 30 heeft als opdracht, en ik lees hem dit keer even op: Answer the question, if you can create your own crypto, what would it be called? Nou ja, goed, oftewel als je een nieuwe of als je een eigen crypto zou maken, hoe zou je hem dan noemen? Ja, wat denken jullie? CryptoWare natuurlijk. Maar ja, ik zat eens even te zoeken, want dat heb ik namelijk al een keer gedaan. Ik deel nu even het Waves platform met jullie. En daarin zie je allerlei Waves. Overigens is een platform waar je dus zelf tokens kan aanmaken. Dat is ooit gestart met het idee van, hey, als wij nou een soort, ja, noem het een, zoals je bij Word een template kan hebben. Hè, dan hoef je hem niet meer te ontwerpen, maar je hoeft het alleen maar in te vullen. Hebben ze ook bij Waves dan een platform gemaakt waar je heel makkelijk coins kan maken. Nou, dat heb ik toen een keer willen onderzoeken. Dus als je hier zoekt, dan zie je hier de CryptoWares coin, waar ik er blijkbaar 5000 van gemaakt heb. Toen de tijd. Niet zo heel veel. Het moest ook scarce zijn. Dus nou, CryptoWares token bestaat al. En als je dan gaat kijken hoe werkt dat dan. Nou ja, wat ik net al zei, het is een soort template die je invult. De naam van je asset. Een omschrijving die je niet kan veranderen later. Hoeveel tokens moeten er komen? Nou ja, zeg 21 miljoen, net als Bitcoin. Kan je later nog nieuwe uitgeven of is het reissuable? Kan je later nog meer doen of is het non-reissuable? Oftewel, dit is het dan ook echt. Wil je met meerdere decimalen erachter werken? Hè? Zoals Bitcoin tot 8 karakters nog wat achter heeft, of 0. Smart asset, wil je er dus een smart contract achterhangen. Nou, kost dus één wave om dit te regelen. En dan heb je binnen het Waves platform heb je een token. En op een andere wijze qua grafische vormgeving werkt ook bijvoorbeeld Ethereum. Als je op Ethereum een token zou willen hebben. Ja, moet je een ander proces door hoor. Het ziet er anders uit, maar ook daar moet je dan gewoon definiëren wat je wil, hoeveel je wil, wat de karakteristieken zijn. En daar kan je een token maken. En ik heb eerder wel eens gezegd van, sommige mensen denken van, oh, een token en dat moet wel waarde hebben. En als er dan een mooi verhaal omheen zit. Nou ja, zo zijn er vele ICO's geweest waar mensen in zijn gestapt met goed vertrouwen van, hey, dit is een goed verhaal en tokens maken is allemaal best lastig. Nou nee hoor, als je de weg een beetje weet, is het een paar klikken. En er zijn ook gewoon filmpjes voor, van hoe je kan zien hoe dat moet. Dus laat je daar niet toe verleiden of dat je dat gelooft en dan in iets stapt. Dit is even mijn invulling voor de dag 30. We zitten er bijna aan het eind. Even kijken wat dag 31 is. Dat is write a proposal for implementation of blockchain technology as a solution to a problem in your industry. 5 tot 10 tot 15 minuten. A proposal for implementation of blockchain. Nou, oké. Okay. Net iets als gisteren. Verzin 3 use cases, maar dan even iets een stapje verder. Schrijf daar een voorstel voor. Nou, dat is wel interessant, want dan moet je dus even nadenken over hoe je dat dan opschrijft en beschrijft. Eigenlijk een soort voorloper op een whitepaper dan. Bedankt voor het kijken weer voor deze challenge dag. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei.